Rijke en Nune zijn nu heerlijk aan het luieren in het lenteweer. Maar niet ieder dier heeft donderdagmiddag vrij. Olifant Tamjan moet naar de training. Door middel van deze training, ja, hij laat nou ook altijd zo'n olifant zijn mooie poot zien. Kunnen we regelmatig gewoon zijn poot bijsnijden, een beetje bijveilen. En dan houdt je ze gezond zonder dat je vervelende dingen met narcose of iets moet gaan doen. In Dierenrijk kunnen bezoekers nu zien hoe de olifanten worden getraind om behandelingen door een verzorger of dierenarts toe te laten. De olifant leert bijvoorbeeld om zijn poot aan te reiken of om ruimte te geven voor een spuitje achter zijn oor. Goed zo, Tamjan. Na zo'n zware training is Tamjan weer vrij en zoekt hij meteen zijn maatjes op.